Het beddenhuis van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is vandaag officieel in gebruik genomen. Het was een grote dag voor het grootste ziekenhuis van Paramaribo. De feestelijke opening van het beddenhuis met een capaciteit van 530 bedden heeft veel aandacht gehad van mensen uit de zorgsector en van beleidsmakers. President Daisy Boutersen, First Lady Ingrid Boutersen-Waaldering, de minister van Volksgezondheid Antoine Elias en DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons woonden de ceremonie bij. Het is een droom die na 30 jaren werkelijkheid is geworden, zegt algemeen directeur Claudia Redaan. Verheden in het Academisch Ziekenhuis 35 medische afdelingen en 3 laboratoria. Wij doen ruim 450.000 klinische en polyklinische behandelingen per jaar. Ruim 50.000 behandelingen bij de spoedeisende hulp en 27.000 ziekenhuisopnames per jaar. 530 bedden beschikbaar met een bezetting ver boven 90%. 2100 medewerkers, waarvan 107 medische specialisten, meer dan 100 artsen en 900 plus verpleegkundigen. Aantal personen die dagelijks het AZP-complex aan de Vluestraat bezoeken, is dicht bij de 5000. Met de huidige COVID-maatregelen is dit een hele grote uitdaging voor ons om te managen. De rehabilitatie van het ziekenhuis heeft iets meer dan 25 miljoen US dollar gekost. Minister Elias benadrukte dat de aanpak van de gezondheidssector een van de speerpunten is van deze regering. Ook president Daisy Boutersen kwam aan het woord. Zoals u hoort zijn er nog vele belangrijke en noodzakelijke projecten in de pipeline. Met goedkeuring van fase 2 hebt u nog meer projecten in de pipeline. Ik denk aan de 7 OK's waarover u het had, waarvan 1 heel geavanceerd om hartoperaties nog zorgvuldiger dan het nu gaat te doen. Een ICU, nieuw en ook renovatie van de bestaande. Een centrale sterilisatie is ook op komst met bijbehorende apparatuur. Het is voor mij een eer om dit moment van oplevering van het gerenoveerde beddenhuis in ons academisch ziekenhuis in Paramaribo met u allen te delen. Als wereldgemeenschap bevinden we ons in een bijzondere periode door de coronapandemie. Het is een tijd die ons leert dat investeringen in de gezondheidssector nooit te veel kunnen zijn. U zag de minister Antoine Elias van Volksgezondheid en president Daisy Boutersen. Ze spraken vandaag bij de ingebruikname van het beddenhuis van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.